Ja, het team is onderweg, die kan niet elk ogenblik zijn. Het is te eindelijk. Dus we gaan aan Zoe alle vragen stellen. Geef hem een groot applaus, Marianne! Ik ben Marianne Thieme en ik zit in de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer, daar zitten 150 mensen die allemaal regels maken om het land een beetje ordelijk te laten zijn. Dat iedereen weet wat je wel en wat niet mag. En dat doe ik namens de Partij voor de Dieren. Hebben jullie afgesproken in de partij over de koeien in de wei of in de gier? Ja, we hebben inderdaad afgesproken in de partij dat we vinden dat alle koeien in de wei horen. En omdat koeien, als ze altijd binnen zitten, dan krijgen ze last van hun poten en dan voelen ze gewoon niet gelukkig. En wij vinden het fantastisch dat Kono bijvoorbeeld al een van de eerste de koeien echt in de wei heeft gedaan. Dus, en we hopen dat de regering dat ook wil. De regering wil het eigenlijk een beetje laten dat de boeren het zelf mogen beslissen of ze koeien in de wei houden of niet. En wij vinden dat we gewoon met z'n allen moeten besluiten om het altijd te doen. En het hele jaar door? Het hele jaar door, zo lang mogelijk als het mogelijk is. Want soms is het natuurlijk ook een beetje heel moeilijk. Maar dat koeien wel zelf kunnen kiezen of ze binnen of buiten willen zijn. Dank jullie wel. Echt oké! Even heel kort even wat te vertellen over de premie die wij de veehouder. Nou, de boeren die krijgen toch wel behoorlijk veel geld. 50 cent per 100 kilogram melk. Dat is 1,4 miljoen euro per jaar. Nou, dat is een heleboel, als jullie het in je zakgeld uitrekenen, toch wel heel wat anders dan wat jullie krijgen. Maar misschien krijgen jullie ook wel een heleboel zakgeld, dat weet ik niet. Dat mensen het heel erg leuk vinden om koeien in het landschap te zien. En mensen die houden toch van koeien in de wei. Mensen houden sowieso van koeien, want de koe is toch een heel mooi dier. En als je dan zo'n weiland zoals nu, ja, als je even achter je kijkt, het is helemaal leeg. He, en het is toch wel een beetje doodsgezicht. Ja, er staan twee zwanen daar. En als je naar links kijkt, dan zie je de kaasmakerij, waar de Beemster kaas gemaakt wordt. He, maar het is nou heel doods, dat landschap. En straks dan zie je het verschil als daar de koeien lopen en zo, dan is dat veel leuker. Nou, ze heeft er al wat van gezegd. Marianne Thieme, die houdt natuurlijk heel veel van dieren. Maar ook zeker van koeien, dat heeft ze net al gezegd. En daarom hebben we er ook uitgenodigd om vandaag officieel dan de koeien in de wei te laten. Dus ik zeg graag, hup Marianne. Ik hoor ze al loeien. Ja. We gaan de koeien vrij laten. Ja, heel leuk. Die halen ze betalen we zelf hoor. Ja. Die komt gewoon uit de middelen vandaan. Ja. Maar degene die ze niet buiten doet, die vangt hem niet. Nee. Die wordt gekort. Ja. Dat is eigenlijk geen belang. Denkt u nu dat u met hulp van Partij voor de Dieren de melkprijs voor de boeren omhoog kan krikken? Ja, dat is wel die relatie die heb ik niet gelegd. Ja. Het is een andere invalshoek. Ja. Kijk, ja, Marianne, ja. Jij bent vegetariër. Ben je dan ook geen kaas eten of wel kaas? Ja. Wel? Eet wel kaas. Het is alles een veganist. Ja. Oh. Ja. Dus ook eieren? Ja. Oké. Okay. Nou, namens alle melkveehouders in Nederland bedankt voor het opkrikken van onze melkprijs. Hoi, hoi, hoi!